Ploperdoploperdoplop. Ik ben Kabouterplop en samen met mijn vrienden kun je me altijd in mijn paddenstoeltje vinden. Dit hier is Kwebbel, die praat en praat en praat. En dit is Luid, die slaapt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Dit hier is Klus, die knutselt toch zo graag. En ik zal nu vertellen wat er is gebeurd vandaag. Dag ploppertjes allemaal. Vandaag ben ik heel boos geweest op Klus en Smul. Ja, en nu zullen jullie wel denken, waarom is die plop dan wel zo boos geweest? Wel, dat zal ik eens vlug vertellen. Het begon allemaal deze morgen naast de melkherberg. Ik was buiten aan het werk toen ik mij plots herinnerde dat ik nog dringend naar de kabouterwinkel moest. Een beetje later kwamen Klus, Smul en Smal voorbij. Oh, kijk! Klis in de klis in de klis. Plopje is hout aan het zagen. Dat is vast en zeker voor zijn kacheltje. Ja, maar veel heeft hij nog niet gezaagd. Kijk wat een klein stapeltje. En hij is nergens te bekennen. Smaller de smal. Misschien is hij moe geworden en is hij een dutje gaan doen. Dat zou kunnen. Oh, ja, die arme Plopje. Hij werkt ook zo hard. Kom, smalletje, je moet niet wenen, hè? Weet je wat? Ik zal Plopje helpen, hè? Weet je, ik zal verder zagen. Oh, dat is heel lief van je, Klus. Ja, dat is normaal, hè? Ik ben als het ware de liefste kabouter van heel het kabouterdorp. Oh, en ook de beste zager. Klus, ja? Je bent echt... geweldig. Smuller de Smul, dat is niet waar. Ik ben de beste zager. Wat? Jij? Laat me niet lachen, hè. Ik ben de beste zager. De beste zeurder, zeker. Ja, ja. Zeuren, dat kan jij het beste, ja. Wat? Ik ben de beste zager. En ik zal het bewijzen ook. Ja, weet je wat? We houden een zaagwedstrijd. Oké, ik doe mee. Even later stonden Klus en Smul klaar voor hun zaagwedstrijd. Ze hadden mijn balken verdeeld en moesten die om ter snelst in stukken zagen. Vooruit, smalletje. Jij mag start zeggen. Ik? Start zeggen? Oepsie poepsie. Dan moet ik me wel eerst nog een beetje mooi maken. Smuller de Smul, smalletje. Je bent al mooi genoeg. Zeg nu gewoon start. Goed. 3, 2, 1, start. Klus en Smul begonnen heel hard te zagen. Ze werkten keihard. Eerst was Klus aan het winnen. Maar daarna was Smul weer aan de winnende hand. Uiteindelijk was Smul het eerst klaar. Ja, hoera! Smul de Smul, ik ben gewonnen! Ik ben de beste zager! Proficiat! Klus in de klus, maar dat kan niet! Dan heb jij vast vals gespeeld! Smul de Smul, dat is niet waar! Maar dat is wel waar! Ha! Kijk maar, jouw stukken die zijn veel groter dan de mijne. Kijk, ik heb veel meer gezaagd dan jij. Ik ben gewonnen. Maar mijn hout is veel harder, daarom moest ik harder zagen. Ik ben gewonnen. Maar nee, prutskabouter. En jij dan, volle vent? Zagenvent? En jij dan, kabouter knoei? Ploppertenplop, stop! Wat is hier aan de hand, zeg? Oh, klus, Plopje, je komt net van pas. Ah ja? Waarom dan? Wel, jij moet scheidsrechter zijn bij onze wedstrijd. Wedstrijd? Welke wedstrijd? Onze zaagwedstrijd natuurlijk. Ploperdeploperdeploop, mijn houten balken. Ja, die hebben wij speciaal voor jou doorgezaagd. Goed, hè? Goed? Dat vind ik helemaal niet goed. Ik ging met die houten balken een tuintafeltje maken. En nu zijn ze allemaal stuk. Ja, zeg Plop, wil je nu scheidsrechter zijn of niet? Scheidsrechter? Goed. Ik zal scheidsrechter zijn. Maar dan van een loopwedstrijd. Want ik zal jullie... Hier zeg ik jullie. Ja, ploppertjes, wat was ik boos. Maar ja...
Eigenlijk hadden ze het goed bedoeld. En ik heb daarna dan ook iedereen getrakteerd op een lekker glaasje plopmelk. Zo, dan ga ik nu naar Kabouter Droomland. En jullie weten het, plopper de plop.